Breda Nu. Je weet het meteen. Voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling van 125 variaties op Van Gogh was hier de prijsuitreiking van de schilderwedstrijd Van Gogh 2015. Alle werken hangen hier nog enige tijd in het Breda's Museum. Arnoutos, proficiat. We staan nu voor je werk hier in het Breda's Museum. De eerste prijs in de wedstrijd 125 variaties op Van Gogh. Hoe voelde dat om dat te winnen? Helemaal geweldig. Echt helemaal geweldig. Ik was zo zenuwachtig van tevoren. En naarmate het opliep dat mijn werk niet afgeroepen werd, begon mijn hart steeds harder te bonken. Ja, dus ik ben er gewoon heel blij mee. Het is gewoon een hele eer. En dat is geweldig. Ja. Ik hoorde de juryvoorzitter zeggen dat het sterke gelijkenissen vertoont met werken van Van Gogh, maar dat het niet nageschilderd werk is. Wat vind je van die opmerking van de juryvoorzitter? Nou, dat is heel eervol. Ik heb met heel veel aandacht en inzet dit schilderij geschilderd. Het is misschien wel een van mijn beste schilderijen. En ik heb er van collega's hele positieve reacties ook al op gehad. Dus het is nooit verkocht geweest. Maar het is echt geweldig dat een vakjury dat zo onderkent. Voorzitter van de jurygroep die de werken 125 variaties op Van Gogh hebben beoordeeld. En vandaag staan we in een van de zalen waar die werken hier in het Breda's Museum getoond worden. Ja, dat klopt. Het is voor mij ook hoor. De tentoonstelling is natuurlijk gemaakt zonder dat ik daar weet van had. Of ja, daar wist ik wel van. Maar ik zie het nu ook voor het eerst. Het is boeiend om te zien hoe we uit die meer dan duizend werken uiteindelijk tot een keuze van 125 komen. Ja. Ja. En een winnaar. Het nummer 1 schilderij was van Arnoutos. U gaf zelf aan dat hij sterke gelijkenissen met het werk van Van Gogh vertoonde. Alleen niet Van Gogh naaapte in zijn werk. Ja, er waren natuurlijk heel veel inzendingen bij die meer dan 1000 inzendingen die echt Van Gogh kopieerden. En daar waren we het vrij snel eens als juryleden dat we dat niet echt waardeerden. Dus letterlijke kopieën. Maar wat je bij Arnoutos ziet is dat hij heel goed heeft gekeken naar Van Gogh. En heel goed heeft gezien wat Van Gogh probeerde met zijn werk te verbeelden. En dat op een heel eigen manier eigenlijk eenzelfde soort boodschap verbeeldt. Dus bijvoorbeeld wat je in zijn werk heel goed ziet is een aandacht voor hoe die die takken, die vertakking in die boom, hoe die mooi tot de compositie leidt. Maar wat ik ook een hele leuke vind in zijn werk is dat hij ontzettend experimenteelt met materialen en dat niet schuwt, dat hij echt wel durft wat dat betreft. En dat was Van Gogh ook bekend. Mm-hmm. Hij rommelde ook van alles met verf, wat soms eigenlijk helemaal niet geaccepteerd werd in zijn tijd of wat ook leidde tot problemen later, dat kleuren teruglopen of... Dus ja, dat zijn wel een paar dingen. Dan hoef je niet letterlijk een kopie te maken, maar heb je gewoon heel goed begrepen waar het met Van Gogh om ging.